de VHP is een democratische partij die een proces heeft te volbrengen van het indienen van de kandidatenlijst tot verkiezing binnen de structuren en partijcongres dat 29 maart plaatsvindt. Dus 2 weken daarvoor zijn de lijsten ingediend. En nu gaan we dan na 29 maart naar partijcongres zullen de lijsten dan voorbereid worden om ingediend te worden op 9 april bij de verschillende hoofdstembureaus van de verschillende districten. De VHP gaat dit keer in alle 10 districten de verkiezingen in. Dus het is een immens taak en job om alles gereed te krijgen en iedereen tevreden te stellen. Wij hebben een situatie gehad waarbij er meer mensen gereflecteerd hebben dan de beschikbare plaatsen. En je hebt daaruit na filtrering ook nog veel meer mensen dat in staat is om die job te doen. Dus het is een selectie. En daar hebben we structuren aan gewerkt. Er is een selectie gekomen. Je gaat altijd mensen hebben die tevreden zijn, ontevreden zijn. Maar het ligt aan ons om verder te gaan en verder te praten. Omdat wij 2 dingen voor ogen hebben. 1 is wanneer we zeggen we willen dit land redden, dan willen we geen persoon redden. We willen dit land redden en om te redden heb je een proces de verkiezingen ingaan, verkiezingen winnen en vervolgens door te gaan met het bestuurlijke. En in dat proces kunnen nog zoveel mensen ingezet worden op verschillende plaatsen om door te gaan. Dus dat is 1, dus waarbij je zegt. 2 is, we zijn in een politiek veld. En in een politiek veld kan je niet uit politiek-strategische redenen direct in eerste instantie al. Eigenlijk kan je zeggen, een maand voor de kandidaatstelling, jouw team helemaal blootstellen van dit is het team. Omdat je binnen het politiek veld andere spelers hebt die uitkijken. Wat doen ze in Wanica, wat doen ze in Paramaribo, wat doen ze in Sipalwini, wat doen ze in Brokopondo, noem maar op. Dus wij zijn bezig binnen dit proces. Om te komen tot onze definitieve lijst. Ja. Oké, en hoe gaat de selectie aan toe? Want mensen raken soms een beetje teleurgesteld wanneer ze een plek op de lijst ambieerden en dat niet is gelukt. Hoe gaat de selectie aan toe wanneer er zoveel kandidaten zijn en jullie moeten kiezen om mensen te plaatsen op de lijst? Nou, wij hebben 2 fasen ingebouwd. 1 is drie fasen zelf. 1 is gewoon aan de wettelijke voorwaarden. Als je niet voldoet, ben je sowieso afgevoerd. Bijvoorbeeld als je DNA en je verblijft niet 2 jaar daar, dus dan ben je al afgevoerd. Weet je, nationaliteit en dat soort zaken. Dus geen strafblad, weet je, vervolging en dat soort dingen. Die dingen spelen ook een rol. De eerste fase, of tenminste de tweede, is dat er een landelijk advies- en selectieteam is gemaakt. Die de meeste mensen hebben gehoord op basis van horen en ambities en kijken hoe mensen eventueel andere functies zouden kunnen vervullen. Na die gesprekken is er een rapport gemaakt, wie dan geselecteerd. En vervolgens is het aan de structuren van de districten gelaten om ook een beetje je selectie te doen, plaatsvinden. Uiteindelijk is het naar het hoofdbestuur en het hoofdbestuur heeft uiteindelijk aan de hand van al de overwegingen zijn ze tot een besluit gekomen.